De logaritme van a met grondtal g is de macht waartoe je g moet verheffen om a te krijgen. In formulevorm is dat de logaritme van a met grondtal g. En die stellen we even gelijk aan x. Is de macht waartoe je g moet verheffen om a te krijgen. Met andere woorden, g tot de macht x is gelijk aan a. Dan kan ik dus ook zeggen, g tot de macht g log a is gelijk aan a. Op de plaats van x heb ik g log a ingevuld. Maar als g tot de macht x gelijk is aan a, kan ik ook zeggen g log g tot de macht x is x. Dus je ziet dat de logaritmische functie en de exponentiële functie elkaars inverse zijn. Nou, dat gaan we zo meteen over in de grafiek tekenen. Wat weten we nog meer van de logaritmische functie? We weten dat het grondtal g groter moet zijn dan 0 en dat g ongelijk is aan 1. En het argument a is groter dan 0. Verder gaan we ervan uit dat als er geen grondtal bij de logaritme staat, dat dan 10 het grondtal is. Dus 10 log is gelijk aan log, omdat 10 denkbeeldig daarbij staat. Stel dat x gelijk is aan 0, dan krijg ik g tot de macht 0 is sowieso gelijk aan 1. Dus los van de grootte van het grondtal, bij de waarde x is 0, vind ik een waarde van 1. Als ik de logaritmische functie wil tekenen, x is 1, vind ik een waarde van 0. Nou, als ik nog een aantal punten teken met de logaritmische grafiek. Stel dat ik de grafiek wil tekenen van de functie fx is 2 log x. Dan zie ik dat ik bij de bovenstaande formule, als ik voor x 2 invul, dat daar een waarde van 1 uitkomt. Want als ik 2 invul, heb ik 2 log 2. G log g tot de macht x. Nou, hier staat denkbeeldig een 1. Dus het antwoord is 1. Dus als ik 2 invul, vind ik een waarde van 1. Vul ik voor x 4 in, dan kan ik 4 ook schrijven als 2 tot de macht 2. En dan is het antwoord 2. Vul ik voor x bijvoorbeeld een half in, en het grondtal is 2, en ik wil het getal achter de logaritme ook schrijven als 2 tot de macht x, dan krijg ik 2 tot de macht min 1. Want een half is 2 tot de macht min 1, en dat betekent dat het antwoord min 1 is. Dus een half min 1. Nou, als ik nog een aantal punten bereken, dan kan ik de volgende grafiek tekenen. Nou, dan heb ik de grafiek van 2 log x. En we hebben gezien dat de logaritmische functie en de exponentiële functie elkaar inverse zijn. Dat betekent dat ze gespiegeld zijn in de lijn y is x. Dus die inverse functie van 2 log x, die noemen we even gx. En die is gelijk aan 2 tot de macht x.
Nou, als ik daar een grafiek van teken, dan krijg ik het volgende plaatje. En je ziet inderdaad dat een grafiek van 2 tot de macht x, een exponentiële functie, gespiegeld is in de lijn y is x ten opzichte van 2 log x.